Tef Doudé, is het een soort terugkeren, een soort welcome home? Ja, eigenlijk wel. Als je nagaat dat ik hier 3 jaar heb gespeeld en dat je nu gewoon weer terugkomt. Ja, dat is eigenlijk wel weer terugkeren op het nest waar je 3 jaar ben verbleven. Ja, hoe zijn de contacten zo snel rondgekomen? We weten allemaal dat Wijnand Haan er langere tijd uit is. Ja. En toen kwamen ze, denk ik, terecht bij jou uit. Ja, klopt. Ik denk dat de clubs gewoon weten wie er beschikbaar is en wie niet. Dus ze hadden 6-1 verloren in Volendam. En toen kreeg ik 's avonds laat een berichtje van Marco, hoe ik erin stond. En op dat moment zat ik nog thuis. En ja, dat is ook niet waar ik dan dolgelukkig van word. Dus ik heb het met beide handen aangegrepen. Ja, want vorig jaar ging jij hier bij Dordrecht niet door. Hoe heeft je jaar eruit gezeten, gezien? Ik heb een maand thuis gezeten. Toen heb ik contact gehad met mensen uit Finland. Daar heb ik het seizoen afgemaakt. Die competities lopen niet evenredig. Dus daar heb ik het tot het einde seizoen gespeeld, wat in oktober is afgelopen. Daar zijn we tweede geworden. Vervolgens heb ik voor mezelf getraind en gehoopt dat er in januari wat langskwam. Maar puntje bepaaltje is dat niet gebeurd en is er niks langsgekomen. En toen heb ik voor mezelf de knoop doorgehakt om rond te kijken en maatschappelijk te gaan denken. Want het leven houdt niet op na voetbal alleen. Dus, toen kreeg ik een berichtje van Marco. Ja, je hebt ook nog stage gelopen bij ADO Den Haag. Ook dat is niets geworden. Was dat ongeveer voor jezelf een van je laatste kansen dat je dacht om toch nog in het betaalde voetbal te blijven? Nou ja, je weet het nooit. Het had ook in principe te mooi geweest om waar te zijn als je van Dordrecht naar ADO Den Haag gaat als middenmotor in de Eredivisie. Maar goed, je weet het nooit. De bal is rond en het kan van alles gebeuren. Maar helaas is het niet geworden wat we beide van gehoopt hadden. Hoe fit ben je nu? Ik ben fit. Topfit nog niet, maar ik ben fit. Betekent dat je tegen Cambuur mogelijk direct gaat keepen? Wat mij betreft wel. Ik weet niet wat de trainers en de staf van plan zijn, maar wat mij betreft ben ik er klaar voor. Hoe zie jij deze komende maanden bij Dordrecht? Dan toch weer de kans om aan de rest van de betaald voetbalclubs te laten zien wat je nou zet? Ja, wellicht. Ik hoop in ieder geval dat ik zoveel mogelijk wedstrijden mee kan pikken. Ja, daar zal ik mijn uiterste best in doen. En wellicht zit er een keer een persoon op de tribune die denkt van, die kunnen we misschien wel gebruiken. Ja, de laatste 2 dagen ben je hier dan nu al. Wat heb je aangetroffen? Een ploeg die er doorheen zat, zeker na die 6-1 tik bij Volendam? Nou, er een zit in het voetbal win je en verlies je. Maar goed, 6-1 dat doet natuurlijk altijd zeer. Maar ja, we hebben gewoon een jonge groep die er allemaal de schouders onder wil zetten. Dus ik denk dat dat een goede maatstaaf is om gewoon verder te gaan. En dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten met z'n allen. Is er wat jou betreft veel veranderd bij Dordrecht in die 3/4 jaar dat je hier weg bent? Nee, het gros van de mensen die er waren die toen ik hier nog was, die zijn er nog. Er zijn nog een paar spelers waarmee ik heb gespeeld. Ik heb ook nog wat bekende gezichten gezien die ik in mijn jeugdjaren ben tegengekomen of waarmee ik heb gespeeld. Dus dat is wel prettig binnenkomen, maar voor de rest, er is niet heel veel veranderd. En dan hebben ze een heel goed eerste half jaar gehad. En in 2013 nog niet gewonnen. Proef je dat de club snakt naar eindelijk weer eens een zegen? Nou ja, als je kijkt hoe er getraind wordt gisteren en vandaag. Ja, dan voel je niet echt de spanning van jongens, we moeten het nu gaan doen. We worden gewoon lekker fris getraind. Dus ik denk dat we niet te pessimistisch moeten zijn. Voel jij weer de spanning om op dit niveau weer tussen de palen te gaan staan? Nee, misschien dat het vrijdag of donderdag gaat komen als ik misschien een berichtje krijg van dat ik ga spelen. Maar tot vooralsnog is het gewoon lekker plezier maken en weer blij zijn dat ik weer ballen tegen kan houden. Dan spelen jullie tegen Cambuur, een ploeg die weliswaar boven jullie staat. Maar zeker hier aan de Kommendijk moeten jullie misschien wel in staat zijn daar toch van te winnen. Ja, klopt. Ik heb voor de winter heb ik nog een keer een wedstrijdje hier gekeken, thuis tegen MVV. Nou, dus soms geloof ik met dat er 3-0 achter. Toen stond ik op het punt om in de auto te stappen en weer lekker naar huis te gaan. Maar na 95 minuten was het gewoon weer 3-3. Dus er kan van alles gebeuren hier inderdaad.